Nou, we hebben wedstrijden in Engeland en Nederland bekeken. En dat blijkt dat voetbalwedstrijden, dat er een duidelijk thuisvoordeel is. Als een ploeg thuis speelt, dan zijn de resultaten gemiddeld gezien veel beter dan dat ze uitspelen. Maar als je vraagt, biedt het spelen op kunstgras een extra thuisvoordeel? Dan is het antwoord op die vraag nee. Nou, we hebben wedstrijden van clubs vergeleken die op natuurgras speelden, uit en thuis. En dan blijkt dat het thuisresultaat beter is dan het uitresultaat. Vervolgens hebben we voor diezelfde clubs, als ze een seizoen op kunstgras speelden, ook weer vergeleken het thuisresultaat met het uitresultaat. Dat geeft twee verschillen. Het is het verschil tussen thuis en uit op natuurgras, het verschil tussen thuis en uit op kunstgras. En vervolgens kun je afvragen, is het ene thuisvoordeel groter dan het andere? En het antwoord is nee. Het thuisvoordeel van het spelen op kunstgras is even groot als het thuisvoordeel van het spelen op natuurgras. Bij welke clubs heb je dat onderzocht? Vier Engelse clubs bekeken. Oldham Athletic, Preston North End, Luton Town en Queen's Park Rangers. En dat zijn wedstrijden, zeg maar, half jaren 80 tot half jaren 90. Want dan was een interessante periode dat ze kunstgras hadden. Daarvoor speelden ze op natuurgras, daarna speelden ze op natuurgras. Nou, dan kun je mooi vergelijken die periode op kunstgras met de periode op natuurgras. En dan bleek dat voor twee clubs vinden we geen voordeel. En voor twee clubs vinden we dat er wel een thuisvoordeel is. He, voor Queen's Park Rangers, Preston North End, daar vinden we dat zeg maar, thuisvoordeel op natuurgras een half punt is. In die seizoenen dat ze op kunstgras speelden, komt er nog een half punt bij. Dus dat is bijna een heel punt voordeel van het spelen op kunstgras. In vergelijking met spelen op natuurgras. Nou, het probleem waar we onderzoeksmatig tegenaan lopen is dat we niet goed kunnen verklaren waarom we nou voor twee Engelse clubs vinden dat er geen effect is, voor twee Engelse clubs vinden dat er wel een effect is. Dus we zijn nog aan het bekijken, kunnen we daar een verklaring voor vinden? En ja, waar we nu naar aan het zoeken zijn, bijvoorbeeld de kwaliteit van het kunstgras. We hebben het over 20 jaar geleden. Kunstgras was allemaal plastic. Dus niet zo goed zoals het nu is. Dat zou kunnen verklaren waarom er wel een thuisvoordeel was. Maar verklaart nog steeds niet waarom we het niet altijd vinden. Je hebt ook Nederlandse clubs in de eerste en de eredivisie onderzocht tussen 1996 en 2014. Heb je daar andere voordelen gevonden? Nee, we vinden daar ook weer, zoals bij die twee Engelse clubs, waarbij we geen voordeel vonden, vinden we ook voor eredivisieclubs en eerstedivisieclubs in Nederland geen voordeel van het spelen op kunstgras. Dezelfde methode. Als je kijkt naar individuele clubs, ik kan me herinneren dat Cambuur vonden we wel een thuisvoordeel van het spelen op kunstgras in de eredivisie, maar niet in de eerste divisie. Dus het kan zijn dat bij toeval je een keer hebt dat je een goed seizoen draait op kunstgras, maar gemiddeld gezien vinden we geen enkel voordeel daarvan. Er is dus wel een duidelijk een thuisvoordeel, dat geeft misschien ook een ander licht op de KNVB bekercompetitie. Waarin door loting wordt bepaald wie er thuis speelt. Ja, dus normaal gesproken ben je geneigd om te denken, loting is altijd eerlijk. En dat is die vooraf, is het wel eerlijk. Maar zodra de loting is uitgevoerd, dan hebben bepaalde clubs die hebben een duidelijk voordeel ten opzichte van andere clubs. Als je toevallig thuis mag spelen, dan geeft dat een aanmerkelijk voordeel. Dat creëert een zekere oneerlijkheid in die bekercompetitie.